Niet alleen de coronacrisis leidt tot grote uitdagingen. Ook hiervoor hadden we te maken met uitdagingen in de wereld. Denk aan klimaatverandering en wereldwijde migratie. Voor corona was er ook al grote ongelijkheid tussen mensen. Sommige leiders binnen en buiten Europa misbruiken deze crisis om de rechtsstaat nog verder uit te hollen. Het bestrijden van pandemieën als corona of klimaatverandering is onmogelijk zonder goede internationale samenwerking. Hetzelfde geldt voor het optreden tegen nieuwe dreigingen. Denk aan de verspreiding van desinformatie, de bestrijding van vrijheden en het vormgeven van eerlijke handel. Het is dus zeker niet de tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. Er is behoefte aan een krachtig en zelfbewust buitenlands beleid. Om bestaanszekerheid ook buiten Nederland te kunnen borgen. Onze sociaal-democratische principes, zoals gelijke kansen, solidariteit, respect voor mensenrechten en de internationale rechtsorde, bieden ook internationaal houvast. Eerlijk delen in het besef dat de zekerheid van de ander een garantie is op die van jou.